lekker, hè? Ja, jongens, nieuw snoepje achter ons, wouden zeggen. Koningsdag special. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Want, wat is er gebeurd? Amalia is jarig geweest. Gefeliciteerd. Mag nu dus gaan rijden. Ik dacht, ja, moet wel iets toepasselijks hebben. Een mooie lava orange. Het is niet de traditionele oranje kleur van het Koningshuis. Maar ik denk dat het haar wel leuk staat. Bewust geen cabrio, want gaat haar door de war. Het is gewoon een lekker coupé. Je kunt nog een beetje onder de radar rijden. Wat met deze kleur misschien wel lastig is. Dit is weer een Tech Art special. Ik vind hem leuk zo. Dit is echt wel hoe ik mijn 911 zou willen hebben. Gewoon iets ruigere velgen, kunnen we over discussiëren of die mooi zijn. Maar spoilerlipje hier, sideskirtje, spoilertje achter, diffusertje, leuk kleurtje, een paar stickertjes. Weet je, het is niet too much. Alhoewel die kleur misschien sommige mensen wel zullen denken van nou, voor mij hoeft het niet. Maar ik vind hem wel leuk zo. Zullen we even de wijzigingen even doorlopen? Even snel dan. TechArt front spoiler nummer 1. Hij is wel vrij laag. Ik zat er met name hier, we staan natuurlijk een beetje schuin zo te kijken, dat ik dacht, ja, ik kan het natuurlijk een beetje zo, maar ja, mijn schoen kan er wel ruim onder. Maar op zich, drempeltjes en zo, wordt misschien nog een uitdaging. En dan hebben we TechArt Outlet Grills in de voorbumper, dat zijn deze, dat zijn outletjes natuurlijk. Dan, ja, eigenlijk wat andere elementen in de vorm. Het is allemaal hoogland zwart gespoten. TechArt Grill nu, grill. Jongens, knip dit eruit. TechArt logo bedoel ik natuurlijk. Op de voorklep. Ik wou bijna de motorkap zeggen, maar dit is natuurlijk niet, want de motorkap zit achter. Ja, die velgen, ik weet niet. Hoogland zwart, dat wel. Daytona 2, gesmeden velgen. Sideskeurtje, maar er zijn ook wel dingen, overigens ook nog weer hoogland zwart meegespoten. Dit. En dan aan de achterkant. Ja, hier wordt het eigenlijk echt leuk, vind ik. Want we hebben die uitlaat. Hadden we die al laten horen? Diffuser vind ik ook wel leuk. Weet je, dat is een beetje wat de GT3 tegenwoordig ook heeft. Van die, ja, van die haaienvinnenachtige dingen die je dan onderuit steken. Maar ik vind vooral dit hele subtiele dingetje, dat vind ik gewoon grappig. Kan die hebben. Het is niet echt een ducktailtje, maar het gaat een beetje die kant op. En ik vind dat toch wel leuk. Dat geeft dat toch eventjes, dat het niet zomaar zo wegvalt, die kont. Maar dat je nog even, ja, dat kleine momentje van dat het weer omhoog gaat krijgt. Heel belangrijk om dat precies te hebben. En dan de TechArt letters achterop. En het is Akrapovic. Maar dat had je al lang gehoord. Zo, net even wat meer geluid. Ik hou er wel van. Ja, dat is natuurlijk met dank aan de firma Akrapovic. Die natuurlijk wel goed zijn in dat soort dingen. Betekent ook dat de hele uitlaat natuurlijk wat lichter is. Iets meer dan 8,5 kilo is er dan afgegaan. Betekent ook een kleine vermogensupgrade. Alhoewel dat altijd, ja, op de rollenbank merk je dat misschien. Hè? Maar er komt iets van 14 pk bij exact het juiste toerental. Want dat moet je natuurlijk ook wel hebben. Maar goed. Nu ik weer rij in een 992 Carrera S, denk ik, ja, het is eigenlijk misschien wel nog, nou ja, voldoende. Voldoende is het nooit, maar dit is wel echt leuk genoeg. Ja, standaard 450 pk, nou ja, nu dan ietsjes meer met dank aan de uitlaat. Nou, hij ziet er ietsje ruiger uit. Het is hier lekker glad. Beetje smoetsig natuurlijk over op de wegen hier. En dan met alleen een achterwiel aandrijven. Ja, dat is toch wel de 911 waar ik in ieder geval heel erg blij van word. Af en toe eventjes een beetje terughapt. Klein beetje glijdt op de achterkant. Als het goed uitkomt. En prestaties, ja, weet je, nog steeds 3,5 seconden naar de 100. Top, dik, over de 300 km per uur. En ik vind hem met die TechArt goodies in deze kleur, want dat helpt denk ik wel heel erg. Wel
allemaal echt heel erg lekker. Ja, het kost natuurlijk wel wat, maar ik heb hier alleen de prijs voor DJ's en andere influencers. Dus dat is 16 cent voor de hele kit. Valt mee. Voor normale mensen natuurlijk iets duurder, snap ik ook wel. Maar toch hebben we een autoblog toptip, een bespaartip. Dit is bijna net zo leuk als een GTS of een GT3 of een Turbo S. En meen ik echt oprecht. Het klinkt goed, ziet er gewoon wat ruiger uit. Hè. Dat zijn de belangrijke items bij een auto. Zo heb ik van mijn 6-jarige zoon geleerd. Of het er vet uitziet, moet ook snel gaan. Nou, dat doet hij ook wel. Dus op een jong gebruikte 992 Carrera of Carrera S. En dan net even wat dikker maken. En dan heb je bijna net zo'n leuke auto als een GTS of een GT3. Bijna, hè? Bijna.